Goedemorgen allemaal, het is vandaag dinsdag en we gaan weer op stap. We gaan nu als eerste naar een tentje waarvan ik de naam eventjes niet meer weet. En daar gaan we heerlijke breakfast taco's eten. Dus een beetje die Tex-Mex keuken. En daarna gaan we in de rij staan voor Barbecue Franklin's. Dat schijnt echt de allerbeste barbecue ever te zijn, waar iedereen echt urenlang voor in de rij staat. En ja, dan gaan we dat dus even doen. En dan gewoon waarschijnlijk even drinken meenemen in de rij en kijken hoe het afloopt. We zitten nu bij Vera Cruz, All Natural. En we hebben een beetje veel besteld, want we hebben best wel veel trek en we willen eigenlijk van alles proberen. We hebben quesadillas, we hebben fajitas, we hebben taco's en we hebben een smoothie en een juice. En aangezien we allebei aan het bloggen en vloggen en dergelijke zijn, duurt het altijd even voordat we foto of we kunnen eten, omdat we heel veel foto's aan het maken zijn. We hebben alles op, het was echt onwijs lekker. Mijn favoriet was echt de vistaco. Die had ook nog mango erbij, koriander en een beetje limoensap en dergelijke. En we gaan nu heel even uitbuiken, want het is wel echt heel erg veel geweest. En daarna gaan we weer lekker verder. Ik ben heel even voor het beeld omgelopen, zodat je de truck hier op de achtergrond kunt zien. Want de achterkant van de truck is eigenlijk een stuk vetter dan de voorkant. Het is dus Vera Cruz. Als ik al deze foodtrucks zie, dan zou ik echt bijna zelf eentje willen beginnen gewoon. Dat is dus gewoon zo cool eruit zien. We hebben de plannen een klein beetje veranderd. We gaan niet meer naar Franklin's Barbecue, maar we zijn nu gegaan naar La Barbecue. Waarvan de rij iets korter zou zijn dan die van Franklin's. Maar ik moet zeggen, hij is alsnog ontzettend lang. Ik denk dat we misschien wel een uurtje of misschien twee uurtjes in de rij kunnen staan. En dit zou dus ook een vet goede barbecue plek zijn voor echte Texas barbecue. Dus we hebben er heel erg veel zin in. En hier achter ons staat dan ook nog een andere foodtruck en nog een foodtruck. Dus in principe eten genoeg. Okay, so here we have our briskets cooking. Cooking it really low at about 250. And there's just salt and pepper on here. Okay. And we use post oak wood here in Texas. I also have some pork butts right there. And yeah, basically I'm just gonna... Well, now it's starting to rain, so I'm going to do my best to stay dry, keep the wood dry, and cook this really low and try to keep the temperature the same and put a lot of love into it, and then it'll turn into the delicious goodness that you're about to receive. Yeah. In a few minutes, I would imagine. But that's it. It's pretty simple. Half pound ribs. All right, guys. And one sausage. Getting my good side? Yes, I'm getting your good side. Can we have a pickle as well? Cool. Thanks so much. Nou, we hebben ongeveer een uur of anderhalf uur in de rij gestaan en we hebben eindelijk ons eten. En ja, omdat we dus zo lang in de rij hebben gestaan, hebben we echt een onwijs veel uitgekozen. We hebben brisket, we hebben worst, we hebben ribs, we hebben koolsla, we hebben een aardappelsalade en we hebben een gigantische augurk. En ik ga het je nu laten zien. Dit is de augurk, dit is de worst, dit is de rib, dit is de pulled pork, de brisket, echt super lekker mals. En die heb je net gezien onder de grill en is aardappelsalade, uien en nog koolsalade. Nou, ik zit hier dus lekker te eten en net achter mij in de rij kwam ik drie jongens tegen. En die zijn van een heel bekend YouTube kanaal, Sorted Food. En there they are. Hello. Catch us eating barbecue. We are devouring some meat. And just by chance, you happen to be sitting right next to us, as if we didn't meet in the queue and didn't plan this. So how is it? How do you like the food? That's great. It's putting the empty trays in the hall. It's nice for once now, we're not being judged by the people next to us. Because usually when we're filming, we get funny looks from everybody. Why don't you just eat the food and stop filming? You guys understand? But you were doing exactly the same. Yes, nice. We were both sat next to each other, filming food, waiting for it to get cold. And then, so I feel like we've got a connection. It was nice. It was really nice. Nou, we gaan weer de deur uit. Ik heb me net heel even omgekleed in een leuke, gezellige broek. We gaan straks even uit eten. We gaan, als het goed is, naar de Odd Duck. Dat kregen we als een aanbeveling van de jongen van de barbecue die aan het grillen was. Of tenminste, die bezig was met de brisk. En hij zei dat het heel erg lekker was. Dus ik geloof hem wel op zijn woord. We zijn net aangekomen bij de Odd Duck en ze hebben hier dus ook valet parking, dus je auto wordt weggezet. Vind ik best wel luxe eigenlijk. Ik ben heel erg benieuwd. Ik hoor al leuke muziek en het ruikt heel erg lekker.
Goedemorgen, het is weer een mooie nieuwe dag en we gaan weer op stap. Nogmaals op zoek naar food trucks. Dit keer weer om te ontbijten. En ik zie er echt extreem hippie uit vandaag. Ik heb een ronde Ray-Ban op. En dit is de rest van mijn outfit. Het is best wel lekker. Het is ook de hele dag bewolkt. Dus ik dacht, ik doe dit keer gewoon lekker een lange broek aan. En we gaan op stap. We hebben al een paar food trucks in gedachten. Ik ben eigenlijk een beetje op zoek naar vegan food trucks op dit moment. En ik heb ook een hele gave Fusion Asian food truck gezien op internet. Dus die willen we ook heel graag opzoeken. Maar welke we allemaal gaan vinden, dat zie je zo natuurlijk. Come on in two, step across Texas with me. We zijn aangekomen bij Hot Rod Coffee. En we hebben het koffie besteld en een breakfast bagel. Het ziet er super vet uit. Hello, you're the owner of Hot Rod Coffee. How are you doing? Good. What is your truck all about? We like to combine both food, in our case hot dogs, and coffee and breakfast sandwiches. We like to bring both neighbors and members of both the motorcycle and hot rod community together right here in our lot. Zijn even verder gereden naar Conscious Cravings. Conscious Cravings. En dat is een beetje een tent waarbij ze ook vegan en vegetarische producten verkopen. En we hebben net een wrap met spinazie besteld en een lekkere smoothie. En deze smoothie is met perzik, appel, banaan en mango. Erg lekker. We zijn even met de auto verder gereden en gestopt bij deze muur, wat we gewoon heel erg leuk vonden voor de foto. Er staat Be Mine in bloemetjes. En hier achter me staat ook nog een hartje. En hier hebben we ook nog een leuk tekstje. En het is dus blijkbaar ook een van de eten. Dus we gaan even kijken of het lekker is of niet. Moeten we ook even kijken of we het wel op kunnen. We zijn nu wat lekkers aan het bestellen. En op de kaart staan dus ook dingen als Slap Ya Mama. Wat zag ik nou nog meer? Balls, Oh Sunshine. Nasty. Yoda, Skywalker, The Hobbit. Echt hilarisch. We hebben net twee tacos besteld en we hebben ze gekregen. En ze zien er echt super lekker uit. We hebben Mai Mai, dat is vis. Oh ja? En crispy duck. Lekker. Hoe smaakt die? Heel lekker. Beetje pittig. Nice. Heel even. Hiervan is de eend ook echt super, super, super knapperig. Heel lekker. Nou, we zijn aangekomen bij Cool Beans. Ze zitten hier achter en dat is een huisje waar ook op staat Friends and Neighbors. En het is volgens mij dus ook een winkeltje waar je leuke dingetjes kan kopen. En ik zweet me echt kapot, want het is echt bloed en bloedheet. Dus als je nu een zweetsnor hebt, dan snap je het. Ik denk echt 30 graden of iets dergelijks. Oké, dus we zitten nu in het winkeltje de Friends and Neighbors. En het is echt serieus zo'n toffe winkel. Ze hebben verschillende dingen. Ze hebben kleding, vintage kleding. Volgens mij ook nieuwe kleding. En ik zit nu hier in de beauty corner met op wat beauty producten. En als je hier zeg maar doorheen loopt, dan zie je allemaal verschillende dingen. Dus hierachter zijn nog wat fashion dingen. Hier hebben ze nog wat vinyl en zo. En dan zijn we hier aangekomen bij een stukje met allemaal vintage kleding. Waar je dus allemaal toffe dingen kunt kopen. En we waren dus eigenlijk op zoek naar de Cool Beans hierachter. Want dat gaat het natuurlijk om eten. Dus daar gaan we zo heen. En dit is serieus de tuin. Daarachter staat de truck. Links tipi tent. En ik heb er gewoon geen woorden voor. Het is te cool. Op dit moment is Sabine tamales aan het bestellen en we zitten dus hier in een super leuk tuintje. Het ziet er echt gewoon heel erg knus uit en ik ben heel erg benieuwd. Het is een Mexicaans gerecht dat we allebei nog niet kennen. En ik zit hier aan een eettafel met een vet plantje en een leuk sterretje en het is allemaal heel erg schattig. Oké, we gaan nu voor het eerst de tamales proeven en het zit hierin. Het ziet er niet heel aantrekkelijk uit. Oh, we gaan het gewoon even lekker proberen. Dat is niet echt mijn ding, denk ik. Deze rijst is wel echt super lekker. En hoe is de dip? We zijn even gaan rondlopen en we hadden best wel dorst. We zijn even binnengelopen bij Counter Culture. En deze zaak is echt super blauw. Alles hangt vol met kattenkunst. Dus dat is al heel erg hilarisch om te zien. En kijk maar, zo ziet het dus een beetje uit. We waren even aan het rondrijden op zoek naar de East Side King. Dat zou een Fusion Asian food truck zijn. We konden hem niet vinden. Dus ik denk eigenlijk dat hij
verplaatst is vanwege de verbouwing. Maar we kwamen nu iets anders tegen. Dat heet The Crackle. En het ziet er super tof uit. Ik zal het even laten zien. Volgens mij is het gewoon een beetje een soort van... Ja, wat zou het zijn? Een rockachtige bar. Het ziet er een beetje duister uit. We zijn hier gaan zitten bij Eastside King. Dat is een food truck die je achter kunt zien. Die is heel erg creatief, verft. Doet me eigenlijk een beetje denken aan Berlijn. Het is nog leeg, want het gaat om 4 uur open. En we zijn hier precies om 4 uur. We zijn een beetje fanatiek. Ons eten is gearriveerd. Links zie je de salade met spruitjes. En rechts zie je de pork belly in een steamed bun. De pork belly buns waren echt super lekker. En we zijn nu begonnen aan de salade met spruitjes. En ook die is echt verrassend lekker. Dus mocht je hier een keer zijn, zou ik die echt zeker proberen. Er zit zeg maar koriander in, nog een beetje pizza doorheen, een beetje pepertjes, kool, andere soort sla, een soort van sausje of iets dergelijks. Het is echt heel erg lekker. Op 24 Kitchen heb je een programma dat heet Miljuska's Food Trucks en zij is ook hier in Austin geweest. Ze is zelfs hier bij de Eastside King geweest. En ze heeft dus ook deze spruitjesalade gegeten die ze ook heel erg lekker vond. En het is wel heel erg leuk, want in de allereerste programma, of in de allereerste aflevering van dit programma, heeft ze ook de eigenaar van deze foodtruck geïnterviewd. Dus mocht je benieuwd zijn wat de achterliggende gedachten zijn van de eigenaar van deze foodtruck, kijk dan even zeker dat programma. En sowieso is het wel echt een heel erg leuk programma om te kijken, want het is natuurlijk super vet, allemaal foodtrucks. En je krijgt het steeds meer hier ook in Nederland, dus het is heel erg inspirerend. En natuurlijk, het gaat over eten, dus dat is gewoon fantastisch. We zitten in de auto op weg naar de Barley and Swine en het is op dit moment echt keihard aan het regenen en aan het onweren. Had ik niet helemaal door toen ik mijn hotelkamer verliet, daarom heb ik een zomerjurkje aan en heeft Sabine een jas aan, wat wel wat slimmer was. En ik hoop dat het straks al stopt, maar ik zal eens even laten zien hoe erg het aan het regenen is. We zijn inmiddels binnen bij de Barley Swine en we gaan hier een stuk of 15 kleine gerechtjes proeven. En het zijn allemaal stuk voor stuk super interessant. De eerste is bijvoorbeeld Funyuns en kaviaar. En ik ga daarbij ook een wine pairing doen, dus ik krijg per zoveel gerechtjes een lekker wijntje erbij of een biertje of een ander drankje. Goedemorgen allemaal, we hebben vandaag onze laatste dag hier in Austin en we gaan nog even op zoek naar de leukste foodtrucks en tentjes die we kunnen vinden in de tijd die we nog hebben. Hierachter zouden echt de allerbeste pizza's ever zijn. Die gaan helaas pas om 4 uur open, dus die gaan we missen. Maar ja, het is wel heel erg leuk om in ieder geval te zien waar ze verkocht worden. En we staan op dit moment op Rainy Street. En die hele straat zit dus ook vol met leuke foodtrucks en leuke, ja, hele gezellige plekjes om te eten. We zijn op zoek naar een tentje om te ontbijten. Dus we zijn naar Mozart's Coffee Roasters gegaan. En hier zitten we namelijk aan het meer. Dus we hebben hier echt een super vet uitzicht. Hierachter zie je ook de palmbooms en dergelijke. En het is dus een soort van gigantisch terras die echt recht aan het water ligt. Dus dat is wel echt heel erg cool. We hebben een bagel besteld met cream cheese. En we hebben hier een lekkere cappuccino en ook nog een lemon poppy seed cake. We wilden nog heel graag chili gaan eten. Dus we gaan hier nu naar een tent die heet Texas Chili Parlor. En het ziet echt super gezellig uit aan de buitenkant. Het is ook best wel druk, dus dat is altijd een goed teken. We zitten nu binnen en het is echt behoorlijk druk. We moesten ook heel even wachten buiten en het ziet er binnen ontzettend druk uit. Het is heel erg leuk versierd. En we gaan lekker chili bestellen. Dus ik ben super benieuwd hoe dat allemaal is. Eerste indruk, red chili. Is het goed? Nice. Nou, lekker. Oh, oh. Een hele random plek. We reden net langs een plek en het heet het Trailer Park. En hier heb je dus ook weer een aantal trailers en foodtrucks met eten. Ik zie holy cacao, kantjes cravings, die hadden we al gehad natuurlijk. En torchy tacos. Het is hier best wel druk. Ik zie ook mensen zitten op een picknicktafel onder een boom met allemaal lampjes. Dus het is wel een hele, ja, gezellig hotspot weer voor eten. Damn good taco staat er ook. Damn good. We hebben nog even een stop gemaakt bij de South First Food Court. En ook hier komen we nog steeds heel veel foodtrucks tegen. Dus we willen heel even rondkijken. Hier achter heb je namelijk
Benarchy, waar zoveel dingen we hebben met banaan. En aan de overkant zie ik ook weer een aantal dingen. Ja, het is gewoon super vet hoeveel dingen we tegenkomen. En hier zag je echt een super vet bord. Ik ga hem even voorlopen. Awesome! Wil je dan komen? Ja! Oké, er wordt ons net verteld dat je de hoofden, dat je die naar achter kunt vouwen. En we hebben dus net een banaan besteld met cookie crumble smaak. Dit is hem, jongens. Nou, even proeven. Wow. Wat wel lekker eigenlijk. Het is een bevroren banaan. En hij is eigenlijk wel echt heel erg lekker. Dat moet ik toegeven, ook al ziet hij er niet uit. Nou, helaas komt aan alles leuke nu een eind. We gaan weer naar huis vliegen en Aston was echt super vet. We zitten op dit moment op het vliegveld. Ik heb nog even een burger besteld. En ja, dan gaan we nu naar Atlanta en daarna gaan we weer overstappen en dan gaan we weer naar Amsterdam. En toen waren de 5 dagen in Aston alweer voorbij en ik vond het echt super tof. Ik wil vooral Sabine bedanken voor het superleuke gezelschap en natuurlijk ook 24 Kitchen voor deze kans. Ik vond het heel erg tof om mee te maken. Ik heb echt oprecht genoten van het eten, de cultuur daar en gewoon de hele trip. Het was super tof. En vergeet ook zeker niet mijn Texas vlog nummer 1 te kijken. Dat zijn de eerste 2 dagen van Texas. En op die manier heb je het complete plaatje. En dan zie ik jullie weer in de volgende video. Doei!